Oh, ja. Ik heb het geweten, maar ik ben het vergeten. Help me nog even. Weet je het niet? Infostress. Infostress. Het woord van de week. Stuk in de krant, hoofdredactioneel Volkskrant. Heb je niet opgepikt. Infostress. Het was iets met emotion. Hoe heette de vroegere Virato nou ook alweer? Mag ik u even één vraag stellen? Ja. Alsjeblieft. Weet u wat infostress is? Infostress? Dat is een woord dat deze week erg in het nieuws was. Infostress. Nee, dat weet ik niet. Niet gelezen in de krant? Nee. Radio, televisie? Nee, helemaal. Gehoord? Nee. Via e-mail binnengekregen? Nee. Infostress? Nee, ik heb er nog niet van gehoord. Infostress, dat is van die stof van de dames. Dat zo de blouse niet met bandjes, maar met infostress. Hè? Dat dus zo blijft zitten. Ja, een soort elastiek, zeg maar. Ja. Infostress? Ja. Heeft het met informatie te maken? Meneer, mag ik u wat vragen? Weet u wat infostress is? Informatiemoeheidssyndroom. Ja, en hoe heeft de info over infostress u bereikt? Brandpunt. Nee, dat was vroeger brandpunt. Netwerk. Netwerk. Nee, het stond in het Financieel Dagblad, was een artikel over infostress. Ik werd gebeld erover. Iemand, heer Visser, kent u niet, maar de heer Visser belde mij. Die stuurde mij over een e-mail over infostress. Ja, hoe dan ook, u weet ervan. Ik leid eraan. Alle symptomen. Dat staat in dat artikel. Dat kreeg ik van... Dat heb ik niet bij me. Het zit niet in de computer natuurlijk. Want ik kreeg een kopie van een fax. Ik kreeg een fax van een kopie van het stuk uit... uit de Volkskrant. Ja, en toen dacht ik meteen, nou dat heb ik dus. En niet alleen ik, maar velen met mij op de zaak hebben het ook. Dus toen hebben we, wat hebt u dan precies? Informatiemoeheidssyndroom. Dus we hebben maandag... volgens mij was het na het vorige weekend dat het over infostress, dat stuk. Maar waarin het nou... Maar maandag en dinsdag op de... Woensdag hadden we een vergadering op de zaken. Toen heb ik ook gezegd, nou jongens, daar moeten we iets aan doen. Hebben we met de bedrijfsarts gesproken. Want een hele bedrijf kan eraan kapot gaan aan infostress als je niet uitkijkt. Hebben we dus de maatregelen genomen. Dus dat is de TIS. Maar wat doet u er dan de aan? TIS, de dat TIS. Zeg ik, de TIS. Ja. Dat zei ik toch al, de TIS. De TIS, dat is dus eventjes, dat is de tijdelijke informatiestop. Dus je gaat op een bepaald moment, als je voelt, het gaat nu te ver met de info. Ik krijg nu veel te veel info binnen, e-mails, kattenbelletjes, kopieën, faxen. Dan mag je even, stop, men ziet dat, je plakt het zelf erop gewoon binnen het bedrijf. Ze zien het en ze weten, oh, die moeten we even met rust laten, zeg. Want anders gaat het over een rand. Dus ik zit nu even in de TIS. Nog 3 uur per dag mag je in de TIS tegen de infostress. Dus ik doe even eruit, even in de TIS. Dus even geen informatie, dus ook van dus even niet.